uitnodigende advertentie in het Stadsblad stond op zijn kop. Terwijl omgekeerd afgedrukt. Dat heeft hier en daar een verbazing opgewekt. Mijn echtgenote, ik wou zeggen mijn eigen echtgenote. Mijn echtgenote die. Zei gisteravond: is dit nou een verdomme fout? Ik dacht: nou, je hebt het gezien, daar begin ik dan mee. Maar het heeft dus hier en daar wel wat losgemaakt. Ja, het thema 2015. In de afgelopen jaren hebben we altijd fantastische Leidense ontzettend gevierd. Altijd was het goed, de thema's spraken aan en, heel belangrijk, de optocht liep zoals gewoonlijk door de stad. Er waren wel eens wat onderbrekingen, maar ook er kwamen wel eens vragen over de optocht. We hebben wel eens pech dat er hulp, noodverkeer erheen moest, zoals het afgelopen jaar. Daar kunnen we dan echt niets aan doen. Maar ook dat was op een gegeven moment een reden om te zeggen van, kunnen we misschien iets anders of op een andere manier regelen? En we hebben gezegd, de commissies voorop, we gaan het heel anders doen. We gaan het echt heel anders doen. En wie weet leidt dat tot minder gaten, minder opstoppingen. En heel belangrijk, de optocht is eigenlijk ook te lang voor de muziekkorpsen. En zeker, en daar zijn we natuurlijk altijd heel blij mee met warm weer, dan moet het te veel oponthoud zijn, bewust oponthoud om, we noemen dat waterpauzes, in te lassen, zodat de muzikanten daarna weer vrolijk verder kunnen. Nou, er is lang over gesproken en wat heel belangrijk is natuurlijk ook met de gemeente, politie en brandweer en anderen. De commissies zijn niet over één nacht ijs gegaan. Maar we gaan het nu heel anders doen. En zeker met de optocht, u kunt het allemaal lezen en u begrijpt ook dat op zijn kop staat. Maar de optocht gaat geen andere route volgen, maar gaat nu omgekeerd door de stad. De route blijft hetzelfde, de grote lijn hetzelfde, iets korter, een rondje andersom. We beginnen zoals altijd om 13 uur op de Zoeterwoudse Singel. En lopen dan met de klok mee richting dit Singel. En dan Noordeinde, Reesstraat. En dan Korgenstraat, Levendaal. En dan zo Rijndijk weer naar de Burgergravenlaan. En de bedoeling is, het verwachte tijdstip zal zijn 15:30 aankomst. En de optocht zal afgenomen worden door de burgemeester en de gasten en het bestuur bij de plantage. Het nieuwe parcours bedraagt zo'n 4 kilometer. En dat is zo'n 400 meter korter. Dat lijkt niks, maar toch, je wil maar muzikant zijn, dan het voorgaande traject. Nou, niet alleen de route, maar ook in de optocht zult u allerlei onderwerpen zien. Omgekeerd, u kunt alle kwalificaties wel verzinnen. En kortom, het wordt anders. En daarom is het thema voor Leidens Ontzet 2015 de wereld op zijn kop. En daar gaan we het mee doen.